We zijn weer terug, dames en heren. Welkom vanuit de Amsterdam Arena. Mijn naam is Evert de Napel. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en Feyenoord. Ajax heeft een prachtige staat van dienst. Ze zijn al 33 keer landskampioen geworden. Ja, klopt, Evert. En vandaar ook die 3 sterren op de borst. 10 keer kampioen, 1 ster. En er zijn maar weinig ploegen die ze dat nadoen. Wat kan Ajax hier vandaag laten zien? Ze nemen in elk geval de aftrap voor de eerste helft. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Bal komt terug. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Want is hem alweer kwijt. Hij doet het. Er staat een verdediger in de baan van het schot. Fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. Serrero. Niklas Moisander. De laatste keer dat Feyenoord landskampioen werd was alweer in 19... Die ging hard. Allemachtig doelpunt. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De eerste bal ligt in het netje. Doornstra. Kasim Richards. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Doornstra. Het is een inworp. Nelon. El Amadi. Dat was gruwelijk mooi. Kan Ajax misschien profiteren van deze corner?
Van der Hoorn. Het publiek fluit, is niet blij met die terugspeelbal. Die keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Ngolo. Klaassen. El Amadi. Die komt er met de bal uit. Daar is de voorzet. Gestopt, anders zouden ze een tweede van de wedstrijd zijn geweest. Ja, jammer. Ajax scoort wel vaker uit een hoekschop. We gaan eens kijken. Probeert het. Hij scoort. Ik had eigenlijk een draak van de wedstrijd verwacht, maar niets is minder waar, gelukkig. Ze laten hun tegenstanders alle hoeken van het veld zien. Ja, ze spelen echt goed hoor. En, voor ons is het ook leuk. Even krijgen de ene kans naar de andere te zien en we zien nog mooi voetbal ook. En dan gaat de vierde lat in, dat doe je als keeper niets aan. Doornstraat. Hij brengt de bal terug in de ploeg met die tackle. Prima gedaan. Doelman stopt de bal, maar die komt terug. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Schöne. Hij laat zich echt niet passeren. El Amadi. Die voorzet komt zo bij de achterhoede terecht. Eens kijken of de scheidsrechter een kaart trekt. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Dat was een eitje voor de doelman. Gauw weer verder. Serrero.
En hij wordt nu aangevallen. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Kasim Richards. Ja, hij was te vroeg weg, vlag omhoog voor buitenspel. Serrero. Van die verder gaat op het doel af. Blijft gevaarlijk. Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk een doelpunt. Petje af hoor. Immers. Nou, dat is een mooie plek voor een vrije trap. De bal ligt er prima voor. Dat is een gele kaart. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Wat levert deze vrije trap op? Zou dit het record hol over zijn? Marijn. Serrero. Wordt dit wat? Die bal gaat maar net naast hoor. Het schot stopt de eerste. Wordt dit een doelpunt? Het gevaar blijft. Klaassen! Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Ze mogen een vrije trap nemen. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. De scheidsrechter laat de muur naar voren kruipen. Ze dachten stiekem naar voren te kunnen schuiven met de muur. Maar de scheidsrechter heeft het door. Ik zou zeggen een terechte gele kaart, Evert. Goed gepakt door de keeper. Geen probleem. Ja, geweldig hoor. Een keeper die zulke saves kan doen. Altijd goed.
De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. Kasim Richards. Een schermutseling om de bal. Terug naar de keeper en het publiek begint te fluiten. Serrero. Schöne. Boetjes. Niklas Moisander. De stand is 2-0. De eerste helft zit erop. Nou, Juri, dit zou een spannende wedstrijd worden. Ja, dit soort wedstrijden zijn altijd spannend. Maar goed, het is gewoon één proef beter. En ja, dat is eigenlijk jammer dat het misschien niet zo spannend wordt. Maar ze doen het goed. En zo begint de tweede helft. Van Rijn. Van der Hoorn. Rechts is de ruimte. Kijk eens. Wat een doelpunt. Het kan niet op bij Ajax. En ze trakteren ons nog maar eens op een doelpunt. Deze voorsprong laten ze echt niet meer schieten, hoor. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Doornstra. Nelon. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Wat doet de scheidsrechter? Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. De scheidsrechter had geen keuze hier. De muur steelt een paar decimeter en de scheidsrechter laat het toe. Hij houdt de kaart op zak, maar de muur moet terug. Slechte bal. Nou ja, geeft verder niks, maar toch. Laten we nog eens kijken naar die actie die aan het doelpunt vooraf ging. Een geplaatst schot van vlak voor de 16, rechts op het doel gedikt. Schöne. Goed idee zo over de flank. Bal is uit, ze mogen ingooien. De trainer wisselt deze speler vanwege zijn kaart.
Boetjes. El Amadi. De sliding wordt precies op tijd ingezet. Geen overtreding derhalve. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Serrero. Schöne. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. El Amadi. Poilussen. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Boetjes. Serrero. Over de lijn, ingooi. Van Beek. Kasim Richards. Schöne. Serrero. Een schot. Bal komt terug. Kasim Richards. Schöne. Ja hoor, goed geanticipeerd op die voorzet. Dat feestje gaat dus even niet door. Boetjes. Waar zijn ze nou mee bezig in die achterhoede? Buitenspel gezet. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehaald, Jori. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Klaassen. Knap verovert de bal daar op het middenveld. El Amadi. Die gaat uit, het is een inworp. Klaasie. Van Rijn. Schöne. Hij heeft nu alle ruimte voor een voorzet. Nou kijk, goede kopbal die er zeker in leek te gaan. Maar de keeper redt knap. Eens kijken wat hij met deze hoekschop kan. Van der Hoorn. Hij maakt het af. Hij had er al één op zijn naam staan en maakt er nu nog één. Prima doelpunt met het hoofd. Daar kan een keeper niets aan doen. De goal vanuit een andere hoek.
De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Gedwongen door die verdediger speelt hij de bal over de zijlijn. Goed verdedigend werk dus. Deze actie leidde tot het doelpunt. Hij kan hem van binnen de 16 inkoppen en knikt hem links het doel in. Heel fraai. Hij moet er vanaf van de trainer. Die zal vast niet tevreden zijn over zijn spel. Nee, dat lijkt me niet, anders zou hij niet wisselen. Maar het publiek steekt deze speler ook niet echt bepaald een hart onder de riem. Hij mag blij zijn dat deze wedstrijd erop zit voor hem. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Schöne. Klaassen. Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. Van Rijn. Vilena. Hij verliest de bal. Ingooi. Over de lijn inworp. Voor alle zekerheid haalt de trainer de speler met geel eraf. Doornstra. Nu komt de voorzet, denk ik. Hij doet het. Bal gestopt, maar komt terug. Tevreden. Dit doelpunt is alleen voor de statistieken. Die bal zit er prima in. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. Die stond op de juiste plek en maakt alsnog de goal. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Schöne. Van Beek. El Amadi. Ja, en nu? Die ging hard. We gaan ons opmaken voor de corner. En de keeper heeft hem zonder problemen.
Sigurdsson. Nelon. Vilena. Houdt die bal bezit? Hakje, goed gelukt. Overtreding. Wat doet de scheidsrechter? En hier een overzicht van de overtredingen. Klaassen. Gered, maar de bal komt terug. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden, hoor. Einde wedstrijd bij een stand van 4 tegen 1. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Bedankt voor uw aandacht, dames en heren. Uw commentator was Evert ten Apel.